van Bauw's Gamings. Jullie hadden geen meisjesstem verwacht, denk ik. Dus nieuws. Mats is op vakantie en de rest ook. Die video's uploaden. En dan zullen jullie toch even met mij moeten doen. En we gaan vandaag beginnen met een nieuwe serie die ik ga leiden. De Sims Hongerspelen. En dit zijn de mensen die ik heb gemaakt voor te hongeren. Wauw, dat klinkt goed. Wel, we hebben hier onze Nicki Minaj. Het is echt Nicki. Sam Spy van Totally Spies. Tinky Winky. Jos de Pedelvos. Katniss Everdeen, die moet er al bij zijn. En Harry Potter, maar een heel mislukte versie. Ik ben echt een Potter. Het, maar. Ik kan het niet zo goed namaken. Dus. De meest geslaagde vind ik dat toch nog Nicki. Behalve dan dat ze niet zo'n dikke kont heeft. Maar. En voor alle Nicki-fans hier. Ik. Geen haat of zo. Maar. Ik vind ze wel goed genoeg, denk ik. Dus. Oké. Dan zijn zij klaar voor te hongeren. Oké. toen ik Tinky Winky gemaakt had, man, ik moest lachen. hij ziet er zo lelijk uit. Eigenlijk is wel mooi, dat is wel sexy. Oké, we gaan beginnen. Doorgaan. Oké, we zijn er. En dit is het huis. Ze mogen niet te veel hebben. Van binnen hebben we dus de keuken. U zal denken, waarom een keuken bij de hongerspelen? Wel, we mogen maar drie maaltijden per dag opgediend worden. Dus grote borden. En daarvan mogen maar twee kleine bordjes staan. En wie het eerste is, ja, die heeft eten. En er is hier een tweepersoonsbed. Maar je kunt er eigenlijk, als je niet echt verliefd zit op elkaar of niet echt close. Kunt je er niet met twee slapen? Nee, dat gaat niet. Er is ook weer een mogelijkheid om te slapen op de bank. En dan hebben we hier buiten ook weer de mogelijkheid om te slapen. We zullen dus drie Sims kunnen slapen, of vier, als er twee verliefd worden of zo. Dit is een ding voor de eerste opdracht is om wie het langste op de stier kan blijven. De straf voor degene die als eerste die het minst lang kon op blijven zitten, die moet 24 uur in een kamer zitten, alleen gewoon een muur en nog een muur en nog een muur en nog een muur en daarin zitten. En die hebben dan niks. We hebben een zwembad. Gewoon om het geld op te doen. Anders kunnen ze misschien nog eten gaan kopen of zo. Wat hebben we hier nog? Dus we hebben de tv en zo. Wel kamer, douche. Er zal wel aanschuiven zijn voor het douchen, maar ja. Ik heb het spel trouwens van een andere YouTuber en ik vond het wel een leuk idee dat ze had voor het spel en zo, dus ja, oké. Dus wij kunnen starten. Ik mag niks doen met de Sims. De beloning trouwens voor diegene die wint op de stier, die mag sowieso slapen in bed. Dus, oké. De opdracht is trouwens pas. De opdracht is de volgende dag. Ja. Dus maandag.
Oké, okay, nu start. Eens kijken wat iedereen gaat doen. Nog niks misschien. Tazo. We blauw. Nee, niet het haaks. Nee. Kijk. Je gaat op naar de bank kijken. Ah, ze vindt de bank oké. Okay. Nikki vindt deze stoel ook oké. Nikki. Kijk, Nikki. Niet halen. Harry, rustig, echt waar. Het is trouwens Harry Potter zonder krachten. Hè. Ik heb wel boven natuurlijk, maar anders kunnen ze appels toch ook zien. Oh! Jos gaat al meteen op de stier. Oh, auw. Jos, kijk, een kindje. Ja, dat is waar. Dat is waar. Want die wilde rit later, die kan uw leven kosten. Oh, Jos is dat druk aan het aanpappen met ons Nikki. Oh my god. Niemand is naar het zwembad gegaan. Ja. Okay. Iedereen is kennis aan het maken, dan toch nog redelijk sociaal precies. Wow, Jos ziet Nikki wel zitten. Ah, Nikki gaat naar het zwembad. Geweldig. Veel plezier met zwemmen, Nikki. Wow. Oké, dat was wat te verwachten van Nikki. Oh, Nikki. Nikki Minaj. Dat is toch weer typisch, hè? Ik zit nog samen te weer te kijken. Dit is de pedofos. Dit is toch ook goed vrienden aan het maken met iedereen precies. Nikki, zeg je spiegel? Nee, dat had ik niet leren. Thank you, gesloten om vandaag gerust te gaan. Nikki, echt, echt waar. Oké, dan. Kijk, Nikki. Kijk, Nikki. Allee. We zien jullie in de volgende aflevering terug. En dit was meer een kennismaking aflevering met mij en zowel het spel. Ik dacht even dat Tinky ook naakt was, maar ik heb zijn zwembroek gewoon nog paars gemaakt. Oké, bye!